Dit is niet bewegen, want anders word je gezien. Ik dacht, je kon een stun gooien, weet je nog? Even in de... Stun. Het enige wat ik kon gooien was smoke. Door die smoke word je ook gezien, zo. Nee, joh. Zero visibility. Kinderen. Dag allemaal en hartelijk welkom in het Vitality Stadium. Twee middenvelders. Deze wedstrijd. Mijn naam is Sier de Vos en naast me zit collega Jeroen Grütter. En dit zou wel eens een cruciale wedstrijd kunnen worden in hun strijd tegen die dreiging van degradatie. Ik ben benieuwd. Nou, dit is wel een wedstrijd hoor, Jeroen. Ze hebben natuurlijk geen best seizoen achter de rug. Maar ze hebben het nu wel in eigen hand. Waarom pas je zo hard dier? Een punt pakken, of drie, ja, dan zijn ze verzekerd van handhaving in deze divisie. Dus een vast die bal. Keeper doet weer zo lang, hè. Kom maar. Achter de linie is gestoken. Hij geeft hem diep. Doelkans. Lekker man. Ja, man. Ja, man. Ja, man. We deden allemaal mee. We deden allemaal mee. Ja, man. Lekker man. Hé, hey, dat zijn drie assisten, hè. Bij één goal. Ja, lekker. Ja, man. De score is geopend. Het is 1-0. Bobby zit weer kwijt. Vraag hem. Lekker. In de paal. Midden. Wow, man. Ik ging voor fake shot. Sorry, boys. Komt de hoekschop in het midden. Zit verloren. Oh, hij staat bij de goal. Dat zou een hele mooie play zijn geweest als wat gelukt. Ja, man. Ja, hier. Van geblokt hier. Hij anticipeert goed en onderschept die paas. Ja, nee, gewoon tikken, goed tikken, man. Een steekpaas in de ruimte. Oh. Boom. Ja, man. Oh. Wat is dit? Wat is dit? Hé, jij hebt geluk dat je niet buiten spel stond, hè? Je zat precies goed, Conoro. Ja, man. Tijd gegeven, joh. Die was eng. Juiste richting. Ze gaan eruit. Wat een mooie actie, zeg, van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans. Afmaken. Als hij uit had, zit hij. Jammer. Zit iemand tussen jammer. Help hem. Lekker man. Hoekschop komt voor. Hij grijpt in, maar het gevaar blijft. En de keeper pakt hem met alle gemak. Jammer, boys. Oei, joh. Dat deed hij wel mooi. Nielsen. Hij brengt de bal dichter naar het doel. Wordt dit een kans? Goed verdedigd. Die bal is hij kwijt. Ik moest wel, man. Ik zag het. Ik ga hem teruggeven. Ik ben naar hem gepast. Kom maar. Tijd, ruimte genoeg. Voor een voorzet vanaf de zijkant. Sorry. Knallen maar. Niet hem. Nee, mooie man. Zie je? Die was vies, hè? Ja, man. Die was voor je. Ja, man. Dat ze niet eruit zijn, dat verbaast me. Ja, maar die was echt vies. Wat een droom. Maar die kappings van Noor, hij paast hem terug, ik krul hem er gewoon in, joh. Ja, man. Heerlijke krul, man. Eén team maakt hier de dienst uit. Het staat 3-0. Ziet er goed uit, hoor. Gaat deze aanval wat opleveren? Oeh, close. Heel close.
Jammer. Hij hebt er nog in, hè? Jammer. Ja, hij komt zo weer terug, hoor. De bal over de zijkant van het veld. De verdediging werkt die bal buiten, buiten. Jammer. Jammer. Oh, hier is weg. Dribbelt verder richting doel. Nou, die tackle heeft hij de bal. Hey, bal, hè? Die steekbal is gevaarlijk. Oh, Serrano! Shit, joh. Die kinderen uitleggen, man. Speelt de bal rechtstreeks naar de tegenpartij. Dank u. Nee, bij het spel. En nu snel schakelen. Nee. Nog net niet? Gaat het iets opleveren? Ja, toch wel, man. Toch wel. Oh. Toch wel, man. Helaas. Mooi opbouw, wel, hoor. Ja, man. Zeker, man. Hij is gretig en pakt de bal af. Die heb je. Die heb je met sneller hem. Hij zorgt dat die paas niet aankomt. Ja, man. Nielsen. Is dit onze eerste match? Helemaal niks. Ja. Ja, dit zou wel eens gevaarlijk kunnen worden. Oh nee, tweede match, hè? Ja, qua competitie wel tweede match. Of eerste match, sorry. Heb je? Hij speelt hem naar de flank. Kom, man. Close, hoor. Hey, even conditie, man. Even conditie. Let op je conditie, man. We gaan te hard. Hij gaat verder. Ruimte op de vleugel om de bal voor te zetten. Lekker, man. Mooi. Hoekschop in het centrum geplaatst. En dit loopt uiteindelijk. Wauw. Alvaris. Moet het doelpunt worden. Doelman ertussen. Nee, jongen. Je hebt hem. Kijk, dingen gaan. Nu gelijk geven. Gelijk geven. Ja, ik zie een kans. Oeh. Voordat hij kon schieten. Als je hem die strak had gegeven, was het ook mooi, man. Mm-hmm. Al naar het midden. Oh, ook. Mooi pas. Ja, die bal zeilde ver van het doel af. Toch jammer, hoor, van deze mogelijkheid. Ja, blessuretijd. Einde balbezit. Oh, my god. Oh. Wat leuk, man. Hij gaat schieten. Ja, man. Oh. Tijd voor de thee in de kleedkamer. De stand is 3-0. Tijd voor de thee in de kleedkamer. Thee, dat wordt whisky voor ons. Echt, hè? Snel. Alleen jij moet scoren, Kev. Smoken dan achter. Wie is ik? Iacovosi 4 en Arrow Chef 23. Wie is ik? Dat is Kev, man. Is Kev. Yo. Dan moet je rustig gaan doen, man. Ja, je gaat te hard. Je gaat dadelijk op stand vlees, man. Ik ben dikker, Ja, wat doe je dat steeds, man? Dingen, L2 en dan met die rechter analoog. Blijf voorin, Nick. Blijf voorin hangen, gewoon. Oké. Weet te voorkomen dat die paas zijn eindstation bereikt. Oh, wat ik zou daar naartoe. Ja, ik ga niet eens rennen, man. Heeft geen zin. Spijconditie, spijconditie. Pedersen. Hij anticipeert goed en onderschept die paas. Goeie lop richting die aanvaller. Oh, leuk. Toch, man. Shit, sorry. Dat was een goede beslissing om die bal te plaatsen. Ik had hem goed gevraagd, die doorsteek, man. Hij gaf hem op tijd. Net iets te hoog. Voor de ploeg op achterstand zijn dit ontluisterende statistieken, hoor. Hier. En de trainer zal zich ook afvragen wat hij in hemelsnaam nog kan doen om die verdediging weer aan de praat te krijgen. Dit begint er aardig uit te zien. Jammer. Jammer.
Die speelt hem diep. En ze hebben de bal weer terug. Mooie paas, mooie paas. Andere kant Noor. Oh, te laat. Sorry. En onderschept de bal. Nog steeds aan de bal. Ook deze paas is weer uitstekend. Hij maakt zijn mandje helemaal moe. En onderschept de paas. Hij schiet de bal. Mooi man. Maar verder heeft het weinig op het lijf. We trappen weer af met een stand van 3 tegen 1. En dat is toch het voordeel van de underdog zijn. Er wordt niet van je verwacht dat je gaat winnen. Ja, hij komt toch niet maar naar huis, toch? Echt nee. En dan is het extra feest voor de supporters. Een goed uur gespeeld, nog een half uur te gaan. Goed verdedigd. Hij komt verder richting doel. Eens kijken of het wat gaat worden. Door die actie is hij de bal kwijt. Nu snel eruit komen. Hij stoomt verderop. Goede verdedigende actie. Hooggeven. Herovert op de eigen helft. Nor? Ruimte op de vleugel om de bal voor te zetten. Oeh. Geen risico genomen hier. Flikker. Ja, heel leuk dan toch? Die voor die tackle fluiten. Maar goed dat hij het niet doet. Voordeel. Nog steeds op weg naar het doel. Steek hem, steek hem, steek hem. Op de eigen oh, te laat, boys. Mogelijkheden voor een counter. Bal verloren. Deze counter. Moest hem eerder hebben, man. Ze zijn de bal kwijt. En die mandje daar, hij is sterk, man. 20 minuten reguliere speeltijd, resterend. Ja, en dat wordt uiteraard een vrije trap. Mag mijn telefoon? Hij speelt de bal kort. Steek hem nog. Oh! Blijft aan de bal. Hey Noor. Yo. Probeer hem gewoon lekker te steken in de lucht, man. Terug, 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 terug. Kijk maar buiten. Oh. Deze speler vandaag past. Ik was aan het rennen, weet je, naar voren, maar hij paste die bal, maar die bal komt weer helemaal goed om. Een leep balletje diep. Ja, yep, pom. Pak die bal goed op. Nee, niet doen, niet doen. Hij lokt je ermee. Ik kan het niet meer, man. Nee, hij moet wachten tot hij dichterbij is. Hij moet in de hoek stiften, dan zal het wel gaan. Hier. Tweede paal. Ja, hier is een voorzet. Oeh, mooie bal, man. Deze bal levert geen probleem voor hem op. Waarom duikt mijn mannetje weg? Handvlees. Nee man, hij is precies op helft. Okay. Aanval wordt afgestopt. Mooi gegeven die bal. Hij anticipeert goed en onderschept okay, die Noord, steek. Oh. Zou wel eens wat kunnen worden. Noto. Deze mag erin. Wat een goal. De achterstand leek onoverbaardbaar. Ik kan niet zeggen dat deze boys terugkomen. Maar ze slaan toe in de slotfase. En ze verkleinen zo het verschil tot 1. En we gaan verder met een stand van 3-2. Door. Mooi. Tweede paal. Uiteindelijk komt er iets uit. Dus opnieuw proberen. Nee, en zie eens de fans van de thuisploeg schreeuwen hun team naar voren in die laatste minuten.
Ja, ze hebben nog weinig tijd om iets aan de achterstand te doen. Het is nu of nooit. Hij weet te voorkomen dat die paas zijn eindstation bereikt. Is te klein. Johansson. Het gebrul van de supporters zwelt nog eens aan. Ze gaan als één man achter het team staan. Ja, alles voor die gelijkmaker. Het is nog altijd mogelijk. En dan een voorzet vanaf de vleugel. Steek in de lucht. Ik ben weg. Ze kunnen snel uitbreken nu. En nu wordt het oppassen. Had iets kunnen worden deze counter, maar ze stranden. Midden. Dat had een belangrijk doelpunt kunnen worden, maar hij onderschept de paas. Kom maar, ja toch. Hij schudt de tegenstander van zich af. Hij houdt het schot tegen. Lekker man. Lekker boy. Lekker man. Die ze vandaag binnenhalen, weten ze zeker dat ze niet deze...